kom uit Georgië, Georgische provincie in Abkhazia. Ik ben daar geboren in Sugumi. Na de oorlog zijn wij verhuisd naar gevlucht naar de hoofdstad. En daar heb ik mijn opleiding gedaan, een kunstacademie. En na mijn studie ben ik naar Nederland gekomen. Vrijheid voor je eigen mening. En dat is heel belangrijk voor de kunstenaar natuurlijk. En hier is veel meer mogelijkheid. Niet alleen underground zit, ook boven de grond, zeg maar. En Bergen is een dorp waar ik ben terechtgekomen. En ik heb in verschillende steden gewoond, maar Bergen was bijzonder. Touchdown, landen. Ik ben geland. Ik ben hier. Dus dat wil ik uitleggen in mijn kunstwerk. Dat is een landing. Jij hebt verleden gehad. Jij hebt in moeilijkheid gehad. Jij hebt ook hele goede tijd gehad, natuurlijk. Maar jij ging iets anders opzoeken. Iets anders. Iets andere manier leven. Iets andere manier contacten hebben en andere mensen. En mijn expositie. Zeg maar, mijn schilderij wil vertellen over dit hele proces van veranderingen. Wat ik heb in het verleden gehad en wat ik heb nieuw en misschien wat komt in de toekomst. Dus die abstracte landschappen van mij, dat is ook, laat ik aan mensen zelf dat zien. Kijk even zelf, als je kijkt naar mijn landschap, van die abstracte landschap, dan zie daar iets wat ik zelf niet, ik heb gemaakt. Of alle andere mensen, toch? Dus jij probeert daar iets vinden. Daarom wou ik je landschap eens presenteren. Om mensen, laat mensen zelf denken. Laat mensen zelf zien. Jij kijkt, jij volgt alles, maar jij hebt zelf dat niet door. Maar als je bent iets bezig, dan komt het allemaal terug. Weet je, als ik schilder, ik hoor af en toe zo stemmetjes. Weet je? En dat de stemmetjes wordt vaak bij mij een soort beeld. Ja, dat komt als beeld. En dan als de iPad schrijft volgende. Deze is interessant. Dat ga ik even gebruiken. En hoe was het allemaal? Hij heeft dat verteld, hij heeft dat gezegd. Soms echt negatief iemand, weet je, of zo positief. Dus dan probeer je dat allemaal op de doek zetten. Ik weet niet als ik ben kunstenaar of ik ben gewoon creative mens. Welke wil iets doen, welke iets beter maken wereld. Iedereen draagt een klein steentje volgens mij.